jullie er even bij. Als jullie daar gaan staan, ja, dan kan ik jullie. Als jullie hier nou even die voorgang gaan, even heel goed zien. Heel hartelijk welkom. Ik vind het geweldig dat jullie willen helpen met het planten van bomen. Bomen zijn natuurlijk heel belangrijk. Dat hebben jullie al een beetje gehoord, dacht ik, hè, vanmorgen op school. Wie weet nog waarom bomen heel belangrijk zijn? Zeg jij het maar. Ze geven zuurstof en ze zijn heel belangrijk voor dieren. Ze geven zuurstof en ze zijn belangrijk voor dieren. En waarom zijn bomen nog meer belangrijk? Nou, ze geven niet alleen zuurstof, maar ze verzuiveren het ook. Heel goed, ze zuiveren ook de zuurstof. Nou, ik vind dat jullie al heel veel daarvan weten. En bomen zijn ook gewoon mooi om te zien. Het is nu het voorjaar en als straks de bladeren aan de bomen komen en je gaat door je wijk, dan wordt het nog mooier in Kampen. En het is al zo mooi, toch? Vinden jullie ook niet? Nou, nogmaals heel fijn dat jullie willen helpen. Want kijk, de mensen van de gemeente, ja, die zijn al heel druk en die kunnen misschien het ook niet zonder jullie. Dus het is fijn dat jullie helpen. Jullie krijgen straks ook uitgelegd hoe je moet helpen. En nou, jullie hebben denk ik allemaal wel flinke spierballen, heb ik gezien. Dat is fijn dat jullie hier ook willen zijn. Ik wens jullie heel veel succes. Straks dan worden jullie ook geholpen door iemand. Maar er wordt verder wel uitgelegd. Dat gaat pas heel goed. En nou, wat mij betreft krijgen jullie nu al een applaus voor dat jullie willen helpen. Heel fijn. Wat moet ik doen? Wij gaan even een gat graven. Ja. En onder de eerste boom. De kinderen hebben allemaal een tekening gemaakt op school. Ja. Die zit in deze koker. Ja. Die gaan we in het boomgat leggen. Als dan over 100 jaar ze hem opgraven, dan kunnen ze nog zien dat de Dirk van Dijk School in 2016, groep 6a, de boom er neer heeft. Groep 6a. Heel mooi. En wie heeft er allemaal een tekening in gedaan? Ja. Geweldig. Een gedicht. Ja. Het is jammer dat ik het niet kan horen. Nee. Maar past een paar jaar wel. Over een paar jaar. Nou, heel mooi. Als wij even iets aan de kant gaan, dan kan die meneer even een gat daar graven. Leg je hem zo tussenin, goed zo. Ja?
Wat is die voor dan? En dan over 100 jaar, als je de boom opgaat, is het allemaal 14 minuten dicht. Ja, ik zie je. Dan kan iedereen zien dat in 2016 het 6 jaar van de Dirk van Dijk school. Onder vakkundige begeleiding krijgt de wethouder les in het dienen van de graven. En dat gaat wonderbaar om. Kijk. Ja. En dan komt hij naar voren waarschijnlijk. Kan jij dat kunnen? Af! Af! Nee, dat doe ik. Kijk, dat is serieus, hè, die wethouder. Die dan hier. Ja, hij kijkt heel goed. Hij kijkt echt serieus. De collega wethouder geeft commentaar. Hij kijkt echt serieus, vind ik. Maar dat zijn we van de mensen weg. Hey, Marinus. Bij hem ook heel serieus werk. Ja, heel serieus werk, dat zie ik nu. Je ziet, we horen de commentaar van wethouder Veldtoen geven op de collega. Ja, heel serieus zeg. Zo kennen we onze collega in Spaan die uiterst serieus met zijn werk. Wat doen jullie dat? Oké, dank je wel. Houd niet meer. Staat hier recht, jongen? Oh, hij staat nog niet recht. Dat is heel. Hij moet nog een duwtje hebben. Finishing touch. En nu binnen? Dat was teken natuurlijk, of niet? Maar dan maak je wel een paar. En nu ja, lekker een zonnetje. Dan komt er nog wat in. Ja, eerst wat aan deze kant. Een eitje met eitje. En nu zien we de leerlingen, die gaan nu bezig. Met volle moed. Een beetje meer die scheppen, hè? Om de bol. Helemaal. Heel even wachten. Ja, dat is in de vorige eeuw, hè? En hij gooit ook mee. Je kunt wel zien dat hij vaker een schop heeft vastgehad. Hij schopt vaker maar af. Ja, hij schopt vaker graag. Oké, okay, hartstikke goed. Bedankt. Jij weer. Dus elkaar af. Zwaar. Stampen, Mika. Daar dan stampen. Ja. Schieten is les van de moet je voeten doen. Mooi hoor. Nee, ik denk dat alles bij die kant op kan. Ik kunnen we zo de laatste doen en dan. Oh,
Oh, dan komt er nu een doel af. Ja. Als er nou nog twee hier helpen, nee, nee. Dan gaan we. Dan mogen we ook nog een stel mee naar het volgende gaan. Kom maar. Oké, ik ga daar. Kom maar.